probleem ligt hem in de afspraken die gemaakt zijn na de verklaring over de wijze waarop de vergadering wordt ingericht. En ik geloof dat wanneer er buiten de verklaring zaken zijn afgesproken, maar die staat van de tijd, et cetera, is dat niet in de verklaring. Dan mag dat toch wederom ter discussie worden gesteld. Dus ik zie het probleem echt niet. Kijk, ik ben democraat. En ik vind dat de volksvertegenwoordiger compleet moet functioneren. Er zijn zaken geweest die zich hebben voorgedaan waardoor dat niet mogelijk is. Wel nu, wanneer je het zoeken is naar die oplossing, dan moet je tijd aan verbinden. 2 of 3 weken of 16 uur is niet zoeken naar een oplossing voor het democratisch gaan functioneren van de assemblee. Dat maakt niet uit hoe lang je er aan gewijd. Het resultaat moet duurzaam zijn. En dan vind ik dat dit soort zaken normaal zijn. Ja.